Meneer Van der Staaij, een tweede poging om de IRA-definitie antisemitisme door de Kamer te krijgen. En die gaat slagen, weten we al. Het gaat dus om de definitie van antisemitisme. Het komt door de Kamer, het heet IRA, het gaat lukken. En wat is het belang daarvan? Wat betekent dat? Ja, wat het belang is dat we echt hetzelfde bedoelen als we het hebben over antisemitisme. En dat er bijvoorbeeld niet gemakkelijk kan worden gezegd van ja, nee, dit is helemaal geen antisemitisme, dit is alleen kritiek op Israël. Maar als het die kritiek op Israël zo vormgegeven wordt dat er allerlei verwerpelijke vooroordelen rond Joden en zo aan te pas komen, is het wel degelijk antisemitisme. Dus de waarde ervan is dat we nu eenduidig vaststellen, dit is wat wij onder antisemitisme verstaan. En dat we daarmee ook makkelijker nationaal en internationaal kunnen samenwerken en kunnen registreren wat er precies gebeurt. Het betekent in feite dat iedereen meer op zijn woorden moet letten wat dit betreft. Zeker. Hoe eenduidiger en helderder we antisemitisme herkennen en aanpakken, hoe minder ruimte dat er in de praktijk voor antisemitisme zal zijn. Hoe kan het dat er nog mensen zijn die tegen zullen stemmen? Ja, dat is een goede vraag aan de tegenstemmers. Nou, wij zijn tegen antisemitisme, uiteraard zou ik bijna zeggen. Alleen we vinden dat je kritiek op Israël en moet kunnen geven zonder dat je daarbij, zeg maar, voor antisemitisch wordt uitgemaakt. Dus die twee dingen moeten heel sterk, heel goed van elkaar worden gescheiden. En dat vonden we dat dat in deze definitie onvoldoende gebeurt. Het is toch de definitie die door heel Europa geldt? Nou, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Er is een hele discussie geweest over die definitie. En wij vinden nogmaals dat kritiek op Israël en antisemitisme heel scherp uit elkaar gehouden moet worden. En dat dat hier onvoldoende gebeurt. Dus daarom hebben we tegengestemd. Nou, ik ben blij dat de motie het gehaald heeft. Dat betekent dat een Kamermeerderheid voor deze definitie van het antisemitisme is. Daarmee kan ook het kabinet fermere stappen nemen om het antisemitisme te bestrijden. Ik vind het jammer dat de andere partijen dat niet gesteund hebben. Maar voor de uitleg moet u bij die partijen zelf zijn.